Eerste steenlegging Altona 2 Village. Een van de primaire basisbehoeften in het leven is een dak boven het hoofd hebben. Voor de regering van Suriname is huisvesting daarom ook een van de belangrijkste beleidsdoelen. De Altona 2 Vredenburg Serie B in het district Wanica zal P&D Real Estate NV in samenwerking met de Surinaamse overheid 3250 woningen opzetten. Het zal in deze gaan om luxe en sociale woningen die op een terrein van 400 hectare zullen worden gebouwd. Op zondag 10 maart jongsleden vond de eerste steenlegging plaats. President Desiree Delano Boutersche, die de aanwezigen toesprak, gaf aan dat het een heel bijzondere dag is. Het staatshoofd is ervan overtuigd dat P&D Real Estate voldoende ervaring en deskundigheid heeft opgebouwd. Wij hebben veel werk te doen, zei de president overtuigd. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.